Een nederlaag thuis tegen Rosenborg, die kon er ook nog wel bij na zo'n seizoenstart. Wat zeg je na zo'n avond? Ja, wat je zegt, dat de teleurstelling heel groot is, dat de gifbeker nog leger moet, zeg maar. En zo'n avond zegt dat we nog één kans hebben om Europees te halen. Ja, en als jullie op deze manier spelen, als het op deze manier gaat, geloof je daarin dat je dat dan nog om kan keren? Als jij 2-0 maakt in de eerste helft, weet ik dat zeker. Ja, je moet 2 keer scoren natuurlijk. En ja, nogmaals, deze wedstrijd hebben we dat niet gedaan. Maar hoe gek het ook klinkt, ik heb wel vertrouwen dat we daar een goed resultaat kunnen halen. En zodoende resultaten doorgaan, ja. Ja, want was dat waar het vanavond aan schortte, het zelf niet eerder scoren? Nou, zeker de eerste helft, ja, dan moet je eigenlijk gewoon zeker twee goals maken. Echt opgelegde kans. Je weet dat hetzelfde natuurlijk een kans krijgen. Eén keer met Benner, volgens mij die kopbal. En natuurlijk aan het einde, maar daarvoor moet je zelf ook al scoren. Waarom lukt zoiets dan niet? Het is een simpele vraag, misschien een wat minder simpel antwoord. Maar ja, er moet gescoord gaan worden. Waarom gebeurt dat dan niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik bedoel, als ze dat wisten, dan is het ook wel ingeschoten. We trainen er genoeg op. En natuurlijk op training kan het ook meer en meer scoren. En dat zie je uiteindelijk in wedstrijden wel een beetje terugkomen, ja. Dan is die 0-1 het moment uiteindelijk van de wedstrijd, het moment dat de wedstrijd beslist. Wat gebeurt daar bij jullie? Schat jij die bal verkeerd in? Wat gebeurde er bij die situatie? Ja, volgens mij was het zo'n klutsbal die voor Matthijs stuiterde, zeg maar. Maar door het effect stuiterde hij net iets richting de tegenstanderse kant op, zeg maar. En volgens mij was hij, allebei gingen ze met de benen naartoe en hij was volgens mij 1/10 sneller bij. En wat deed dat moment met het elftal? Het leek in ieder geval vanaf de tribune een behoorlijke klap te zijn. Ja. Daarna was het volgens mij behoorlijk machteloos, hè? Ja, was het ook. Kijk, zij gingen helemaal tegen de 16 aanstaan natuurlijk. En één kans kregen we nog met Klaas-Jan een kopballetje volgens mij. Maar dan weet je dat het heel lastig wordt. Bij 0-0 wist je het al, want ze wilden gewoon op die 0 spelen. En laat staan bij 1-0 achter. Ja, en dan te bedenken dat het maar 3 maanden is sinds de Europa League finale natuurlijk, na zo'n seizoen. Ja, wat een ongelofelijke situatie ben je nu eigenlijk in verzout geraakt, hè? Ja, klopt. De hele tot nu toe is niet goed verlopen. En niet goed is misschien nog te zacht gezegd natuurlijk. We zijn slecht begonnen in de competitie. En nu een aardige tegenslag op Europees. En natuurlijk, je weet 3 maanden geleden speel je de finale nog. Maar je weet ook dat je in het begin van dit seizoen natuurlijk niet zo... kan beginnen als je eindigt, zeg maar, vorig seizoen. Je weet dat je er gewoon kaart weer voor moet strijden om dat weer naar boven te krijgen. En het heeft tijd nodig, maar dit is wel iets te lang, ja. En hoe ga je dat nu weer proberen op te pakken? Hoe ga je nu verder richting Groningen en die return volgende week? Ja, kijk, soms missen we een beetje het vertrouwen. Ik bedoel, als je hier 1-0 maakt, dan ga je ook wel lekker door voetballen natuurlijk. Dat gevoel had ik een beetje. Ja, en als je die niet scoort, dan krijg je toch een beetje het gevoel van, jeetje, weer niet, weet je wel. En dat sloopt er een beetje in, denk ik. Ja, is dat wat de ploeg nodig heeft? Echt een keer zo'n opkikker, een keer wel scoren, een keer wel winnen? Ik denk het wel, ja. Ja. Volgende week dan maar. Of in ieder geval zondag al, maar volgende week ook. Ja, zondag en volgende week. Zeker volgende week moeten we, ja, natuurlijk ook zondag natuurlijk. Want we zijn slecht begonnen in de competitie. Maar zeker bij Rosenborg uit moeten we er volop knallen en minimaal 2 maken, ja.